Voorzitter, gisteren en eergisteren was het Pasen. En toch even iets daarover, want mijn gedachten gingen daar net naar uit. Eigenlijk de eerste desinformatie en de grote gevolgen daarvan kunnen we ook daar zien. Stukje uit de Bijbel. Terwijl de vrouwen onderweg waren, ze hadden gezien dat de Heer was opgestaan, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die kwamen bijeen met de oudsten en ze besloten de soldaten een flinke som geld te geven om hen op te dragen. Zeg maar dat zijn leerlingen zijn gekomen, 's nachts zijn gekomen en hem heimelijk hebben weggehaald terwijl wij sliepen. Voorzitter, gelukkig heeft desinformatie niet het laatste woord. Al is de waarheid nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. En zie daar, we hebben allemaal Pasen gevierd, voorzitter. U heeft er zelf het voorrecht van genoten dat desinformatie niet het laatste woord heeft. En dat vind ik toch altijd een schrale troost, ook als we op dit moment nog niet alles kunnen achterhalen. Ook als we op dit moment met een stuk onzekerheid zitten die ik liever ook niet had gezien. Ja, de waarheid zal boven tafel komen. Ja, we vieren Pasen en ja, we zullen staan voor het goede, het ware en het schone. Maar voorzitter, de twijfels die er zijn op dit moment, en dan toch ook een stukje serieuzer, die zijn natuurlijk wel volop er gekomen na de publicaties over mogelijke omkoping van Nederlandse politici door Rusland. Een staat die een oorlog is gestart op ons continent. En daarmee in zichzelf wordt het vertrouwen in onze democratie al aangetast. En dat is ontzettend schadelijk. En daarom een aantal vragen. De minister is helder in zijn brief, of dat, althans, hij is helder waar hij niet helder over kan zijn. En mijn fractie heeft daar begrip voor, vanuit het veiligheidsoogpunt, maar wij zien ook een zorg. Want zolang specifieke berichten als deze niet kunnen worden ontkracht, raakt de onzekerheid in zichzelf ook het gehele Nederlandse parlement en ook het gehele Europarlement. Kan de minister op deze zorg ingaan in zijn beantwoording en ook aangeven of en zo ja hoe dit onderdeel is van de weging tot al dan niet delen van informatie? Of is dit gewoon helemaal geen aspect in die weging en hebben we dus de schade van de democratie daarin te aanvaarden op dit moment? En dat is ook een hele bittere conclusie, want dat betekent ook dat dictatoriale regimes de democratie, de vrije democratie, schade kunnen aanbrengen door dit soort berichten of dit soort dingen mogelijk te maken. Verwacht de minister dat er in de nabije toekomst een moment komt dat er wel meer duidelijkheid kan worden gegeven? In berichtgeving zien we ook een Nederlandse link met Voice of Europe. Kan de minister schetsen hoe die zit en of er momenteel nog een Nederlandse connectie is of dat deze uitgesloten is? Voorzitter, we weten veel niet. Maar ook als we niet van de hoed en de rand weten, zit hier voor mijn fractie een belangrijke vraag in die we in de eerste plaats als Kamer hebben te beantwoorden. Want weet u nog dat 3 jaar terug een Russische acteur zich voordeed als naaste medewerker van Navalny en een gesprek had met een aantal Kamerleden? Hoewel daar toen misschien wat lacherig op werd gereageerd, moet de naïviteit er nu wel af zijn. Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Frankrijk, Rusland probeert zich actief te bemoeien met Europese parlementen en verkiezingen. En mijn inschatting is dat dit niet minder gaat worden de komende jaren. En dat roept de vraag op, hoe weerbaar zijn wij? In 2016 adviseerde de commissie Schouten, ingesteld na het lek uit de commissie Stiekem, om de wetgeving voor ambtsdelicten te herzien, omdat deze nu tekortschiet. 5 jaar later adviseerde de commissie Fokkens hierover. Maar als ik de tijdlijn van de afgelopen 8 jaar terugspoel, mis ik urgentie. Graag een reactie van de minister. Tegen de minister en ook de Kamervoorzitter zeg ik, moeten we niet leren van de Duitsers, van de Britten, van de Fransen, die robuustere instrumenten in de gereedschapskist hebben om buitenlandse beïnvloeding in het parlement tegen te gaan. Neem nou Duitsland, waar aan de ene kant meer transparantie wordt geboden door de parlementaire commissie die adequaat is ondersteund en met gespecialiseerde parlementsleden de democratische controle doet op het werk van de diensten, maar ook aan de stevigere mogelijkheden tot sancties die de voorzitter van het Duitse parlement tot dienstbeschikking heeft bij misstanden in het parlement. Zo lijken ook omliggende landen voor te lopen op Nederland waar het gaat om het robuuster maken van het parlement. Ligt hier niet een taak voor de minister, maar ook voor de voorzitter en vooral dan het presidium. En voorzitter, ik kom tot een afronding. Dan denk ik ook aan financieringstromen direct en indirect vanuit fracties. Is hier op gepaste wijze genoeg toezicht op? Kan de minister schetsen op welke wijze dit al dan niet is geborgd op dit moment? Nogmaals, omdat mensen in Nederland erop moeten vertrouwen dat wij doen wat wij gezworen en verklaard hebben. En voorzitter, ik zou het daarom belangrijk vinden om die democratische weerbaarheidstoets te doen. Dank u wel.